Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe Ups & Down. En wij gaan deze Ups & Down starten met iets wat jullie van ons kennen. Ja, wat was tijd. Ja, ik heb vanochtend Liam en Sam al naar school gebracht. En ze hebben vannacht zitten klooien en zitten doen, dus je hebt maar een paar uurtjes geslapen. Maar hey, op school zijn ze het gewend. Dat moeten ze maar mee doen. Ja, dat. Dus, ja. Maar wat gaan wij testen? Die vond ik bij de Action. Ik ben heel benieuwd. Ik ook. En deze zijn blijkbaar nieuw. Witte en melk en puur. Dus we gaan eerst met het voorgerecht beginnen, dan met het hoofdgerecht en dan met het toetje. Ja, is goed. Oké, laten we beginnen. Jij houdt altijd van sweet chili en zo. Ja, maar ik heb het feit tabasco, dat is... Ja, dat weet ik dus ook niet. Ik weet niet of ik hier heel gelukkig van word. Ik ook niet. Ik zal een beetje afschrijven. Alsof ze gewoon een flesje zo leeg hebben geschud. Je kunt beter gewoon zout. Je kunt beter zoute popcorn dippen in chili saus. Ja, dat. Het ziet er zo uit. Het is niet eens heel goed gemixt. Nee, want het is, de ene heeft heel veel. Kijk, hier zit weer heel weinig op. Ja, en hier de puntjes. Ja, en hier is weer heel veel. Dus je hebt nooit zeg maar de juiste smaak. Nee. Want deze is weer wat zoeter. En deze is weer wat pittiger. Nee, niet mijn ding. En dit is zoete popcorn met dit spul. Ja. Het is ook geen zoute. Nee. Nee. Nou, het komt eens. Je moet even iets proeven. Het slaat allemaal op mijn longen dan. Maar ze hoest niet omdat het pittig is. Dat is niet het geval bij Inge. Nee, het is echt die kruiden erop. Ja. Gewoon niet meer ademen en dan alleen eten. Vind je lekker? Nou, eet maar op. Succes ermee. Jezus. Nou, dan mag jij kiezen. Deze, dat was het toetje. Oh ja. Ja, sorry Jint, dan moet ik jou overslaan. Je mag wel eens die popcorn proeven. Die mag je wel proeven, maar is wel een beetje pittig. Ja, doe even reclame voor de kruidvat tussendoor. Doe even laten zien hoe je moet. Kruidvat, steeds verrassend, altijd. Voordelen. In de aanbiedingbak. Ja. Ja, en dan moet je het. Vind je het echt lekker? Proberen. Je vindt het uiteindelijk toch niet zo lekker? Nee, bij het einde niet. Oké. Dit vind ik wel heel maf. Dit is het gieten, dus ik ga je aan de kant zetten. Dit vind ik maf en jij gaat mij snappen wat ik bedoel. Hoe dat het erin zit. Ja, dat kun je zo uittrekken. Ja, maar... Het is stevig. Nee. Het is net niks. Het ziet er zo uit. De verpakking is dan een beetje jammer. Ja, je ziet wel echt puur en melk. We moeten natuurlijk ook de echte tester hebben, hè? Want hij is wel de echte tester. Zandkoekjes. Zonder suiker. Ja, maar zandkoekjes. Ja. Zandkoekjes met chocoladestukjes. Maar niet zoet. Nee, maar gewoon zandkoekjes met chocoladestukjes. Ja. De structuur. Ja. Dat kruimelig. Ja, dat noemen ze zandkoekjes. Het is niet vies. Het is omdat het nieuw is dat ik dacht, laat ik het kopen om het te proberen. Maar je hebt ook van zulke koekjes in het grote. Die zijn goed, steviger. En goedkoper. Ja. En daar heb je de grotere brokken in zitten. Koop die. Die zijn lekkerder. Die zijn lekkerder. Veel dit is meer zand, ja, maar dit is ook meer zandkoekje. Ja. De anderen zijn steviger, die zijn lekkerder. Ja. Ze zijn brosse, harder. Eens. Ga ik dit nog een keer kopen? Nee, ik koop liever dan die andere. Oh. Die wat plat in de bak. Ja. Nou ja, het komt wel op. Oh ja, we hebben nout hier, hè? Ja, waarom? Nou, het blijft nog het hele weekend. Maar heel vervelend, nou, dan moet je nog een paar koekjes eten. Ja. Wat een straf. En je hebt ook donuts. Ja. Ik heb een goede grillbox met donuts. Met 6 stuks. Wat heb je er nog vier? Nee, 2. Maar kijk, het zit zo in de verpakking. Dan moet het zo eruit zitten. Ja, maar... Snap je hem? Nee, niet.
Ja, maar dat is, als jij niet weet hoe dat die verpakking precies in elkaar steekt, is dat heel lastig. Ja, het idee was leuk. Oh ja, lekker. Hier, melkchocola. Het idee was leuk van de verpakking. De melkchocola ziet nee, er... Nee, witte chocola. Ja, nog zandkoekjes met witte chocola. Ja, sorry Jens, je mag deze niet testen. Je proeft anders van jou testen. Je proeft bijna niets van de chocola. Je hebt Toblerone voor mee te nemen. Ja. Je proeft bijna niet van de chocola. Jawel, je proeft wel chocola, maar omdat het wit is, zie je het niet. Maar het zit er wel in. Ik zie het. Was beter. Ja, dat wel. Ik zie het. Daar in deze proef je meer chocola dan in witte. En deze zijn zoeter. Mm-hmm. Dit is echt een zandkoekje met een verdwaald stukje chocola. Ja. En dan denk je, verkade chocola. Ja. Ja, had wel iets rijkelijker gemaakt. Deze is beter dan deze, vind ik. Nee, ik niet. Qua zoetigheid en echte zandkoekjesstructuur, et cetera, vind ik deze echt beter. En zoetigheid. Ja, maar ik vind het geen, hier zit geen zoetigheid in. Nee, maar ik vind paars lekkerder. Ik ben niet van mening. Ja. Nee. Daarom is ook twee soorten gemaakt. Ja, dat. Een soort voor jou en een soort voor mij. Ja, dat. Wat vind jij ervan? Nog twee lekkerste. Ja. Deze? Paarse. Oké. Okay. Dan moet je deze straks maar Niels voeren, want Niels is van de witte chocola. Maar wie blijft er een heel weekend bij ons? Ik alleen. Moet je gewoon weer naar huis? En Jinter. Ja. We gaan vandaag naar huis. Ja. Wij gaan weer naar huis. Laat één kind achter hier. Ja? Ja. Vind je het erg? Zonder je broer naar huis? Nee. Ja. Is nou te vervelend? Hm. Nou, je bent vervelend. Was hij ook wel lief? Ja. Oh, hij is ook wel lief. Heel af en toe, hè? Als hij iets van een pingwing ziet voor je of zo, dan is hij ineens lief, hè? Ja, ik heb zelf een pingwing. Ja, dat maakt niet uit. Maar ik ben er ook heel vaak bij geweest dat Nout zegt, dit is iets voor Jinte. Dat hij dat zelf zegt. Ja. Ben ik ook vaak bij geweest. Zeker. Jij moet je taart nog proeven. Die staat hier nog in de koelkast. Die staat in de schuur. Ik ga nog met doen. Wil je die gefilmd hebben? Ja. Oké, okay, dan gaan we die zo filmen. Nou, vertel maar, wat is die van? Ik heb een taartje gekocht bij Milky Way. En eventjes de informatie voor de mensen die ons nog niet zo lang volgen. Jinte mag geen gluten, want ze heeft celiakie. Dus? Jinte mocht net ook geen koekjes eten. Nee. Dus we hebben... Een glutenvrij aardbeientuitje. Hij wil niet uit de doosje jinten. Dan eet je hem met de doosje. Nee. Moet ik een schep pakken? Nee, dat doen we. Het is er ingesmolten. Ja, dat komt omdat hij bevroren was. Ja, ze doen het altijd bevroren, zodat ze het altijd de voorraad hebben. Kijk, goed zien. Even nou, laten zien. Even laten zien. Even laten zien. Kijk, het is meerdere lagen. Wat is het voor ding? Aardbeientuitje. Ja. Ziet hij er lekker uit? Ja. Zal die lekker smaken, denk je? Ik ben benieuwd. Kom. Dan krijg je dat als lunch. Ja. Lekker. Of je bord eten, anders valt het hele taartje weg. Is het lekker? Ja. Echt waar? Jeetje zeg. Is dit tot nu toe de lekkerste taart, of niet? Ja. Of heb je eerder lekkere taartjes gehad? Nee? Deze is de lekkerste. Ik ga jullie eerlijk vertellen, alles wat ze in een bos heeft gegeten, vindt ze lekkerder dan lekker. Dus dat betekent dat ik nog heel lang niet van ze af ben. Nee, dat ze nog heel veel taartjes moet eten, die heeft niet eten. En we moeten ook nog een keer lunchen, hè, in Den Bosch. Ja. Bij Bagels and Beans. Moet ook nog doen. Ja. Maar de vakantie is nog even voor ons. Ja, dat. Voor ons niet. Voor ons nog anderhalve week of zo. En dan houdt het al weer op. Ja, maar, denk ik. Nout, die heeft gisteren zijn moeder gechanteerd voor een Too Good To Go pakket. En waar hebben jullie dat besteld? Denk in Nederland. Oké. En jij hebt er al? Drie op. Drie op en eentje van Niels, toch? Ja. Oké. Okay. Niels en Nout hebben dus al gehad. Maar ze hebben er nog twee. En de rest wat ze over hebben gaat mee naar de andere kinderen van Inge. Maar deze moest je nog proeven. Ja. Dus ik zou zeggen, tas toe en laat zien.
Moet je heel even duidelijk laten zien. Ik ga eerst deze proberen. Deze roze. Het versmart wel, zijn ook aardbeien. Ik denk het. Die heb je nog niet eerder gehad, toch? Mm. Was een zit jam in. Lekker. Of niet? Zoet? Je proeft wel veel zoetigheid en de jam zit er ook in. Lekker? Ja. Je bent wel van de zoetigheid, hè? Ja. Nou, smakelijk eten dan met z'n tweeën. Ja. Wil je die andere ook nog showen of wil je die niet showen? Ga je die straks eten? Dan kan je hem ook vanmiddag showen. Ja, weet je dat? Vanmiddag. Dan moet je mij er wel aan herinneren, hè? Die twee gaan lekker snaaien. En ik ga zo even Jordi eten geven. Ja, moet ook wel. Ja, die is nog wel thuis. Wij gaan straks een auto inpakken. Nou, niet dat we heel veel in te pakken hebben, maar een aantal tassen. Ja, dat klopt. Maar, hè? Ja, dat. Dan gaan we taxi spelen. Ja, dan gaan we naar huis. Jint inpakken, dat is het meeste werk. Ja, dat. Maar die wil nooit mee. Maar nou wel, want ze weet dat ze naar huis gaat. Maar ook naar huis wil ze niet altijd mee. Kijk, die blik ook, hè? Scheve ogen. En nou denk bij zijn eigen, neem mijn zus mee! Neem mee! Last post! Dus, maar goed, ik ga even Jordi doen. En straks Inge en Jint uitzwaaien. Je ziet het niet, maar Maud en Jinte zitten in het zwembad te spelen. Ik ben Jordi even eten aan het geven. Dat. Je hoort het denk ik wel. Jordi heeft lekker croissantjes. Die heb ik gehaald. Niet gemaakt, maar gehaald. Dus en straks gaan Inge en Jinte naar huis. En dan ga ik de kinderen ophalen. Je raadt nooit wat we nu in huis hebben. We hebben een oud natuurlijk, maar die hadden we al. We hebben een slapende Jordi. Maar we hebben ook Liam en Sam weer thuis. Lekker chipjes eten. En relaxen. Dadelijk komt Niels thuis. En dan is het weekend voor ons. Maar niet voor Niels, want Niels moet morgen werken. Een hele goede morgen. De bende is wakker. De Bambix bende. Jordi zit daar. Niels is werken. Liam is lekker langs Noud gekropen. Hallo. Yes, Sammy. Hallo. Hallo. Hallo, Emiel. Hallo, Emiel. Dat is niet oom Emiel. Nee, dat is Noud. Noud. Dat is niet oom Emiel, dat is Noud. Hallo. Hallo. Dat is Emiel. Wij zijn net nog eventjes naar Niels toe geweest. Niels zit hier een half uurtje vandaan. Hij was laptop vergeten om te werken. En dus we hebben met z'n allen dat even gehaald. Daarna ben ik gelijk even naar de Jumbo gegaan en worstbroodje gehaald. Dus ook dat heb ik geregeld. Dus we gaan zo lekker worstbroodje eten. En daarna gaan ze buiten spelen. Ontbijtje voor iedereen. Ik ben nu boven de was aan het doen. Ik ben bijna klaar zelfs. Noud ligt heel even op Jordi zijn kamer. Eventjes tot zichzelf te komen. Want ook andere kinderen hebben wel eens last van prikkels. Dus ik zei, ga maar lekker even op Jordi's bed liggen. Ik heb zijn bed namelijk al opgeruimd. Maar hier kan dat gewoon. Als je even tot jezelf wil komen, ga lekker eventjes op een van je kinderen in bed liggen. Of hier, hier is warm. Dus ja, dat. Doen jullie dat ook zo met vrienden? Kijk, hier is het zo. Als ik hier iets vind, zeg maar, van kleding van die andere kinderen. Hoppakee, het gaat de was in. En als ze er nog zijn, krijgen ze het diezelfde dag nog terug. Of
wanneer ze weer komen. Of stel, nou, het is hier nu een paar dagen geweest, dus dan zeg ik tegen hem, gooi even de zooi in de was. Pas ik het ook gelijk uit. Ik heb de bubbers. Ik kom suikertekort. Moet daar even wat eten. Doen jullie dat ook zo? Bij Inge gaat dat namelijk ook zo. Dat is gewoon een automatisme. Als mijn kinderen daar kleren, zeg maar, hebben of iets geknoeid hebben of wat dan ook, gaat daar in de was en ik zie het vanzelf alweer terug, zeg maar, dat. Zo doen we dat bij elkaar. Gaat dat bij jullie ook zo? Zo zou het eigenlijk ook wel bij mijn andere vrienden gaan, zeg maar. Hun doen daar niet zo moeilijk over. Ik ook niet, maar doen jullie dat ook zo bij vrienden van jullie? Vooral als het om de kinderen gaat, bij wijze van spreken. Wat zijn jullie hier aan het doen? Ja. Oh. Ja. Oké. Ja. Zit je hier lekker? Ja. Oh, krap. Oh. En wild. Juist. Ik heb niet zo heel veel gefilmd vandaag. Inge, Julan, Nout en Jinte zijn inmiddels alweer naar huis. Hebben hier gegeten enzovoort. Maar ik heb vandaag ook nog iets stoms gedaan. Ja, vertel jij het? Ja, het heeft iets te maken met niet slim genoeg zijn om om te lopen. Ja, dat. Toen ben ik gevallen en mijn knie is uit de kom geweest. Ze is gestruikeld over de hangmat. Ja, dat. En dat doet heel veel pijn, kan ik je melden. Dus, ja. Ik ben blij dat Niels deze week thuis is. Mm. Ja. Dus dat betekent ook dat ik regelmatig met mijn pootje omhoog ga zitten. Dus ja. Maar hé, we overleven het wel. Mm. En ik kan nog wel heel veel dingen wel doen, toch? Ja. Alles zittend. Dus ja, dat. Shit happens. Ja. En ik kon ook vandaag niet zoveel filmen, want we hadden blote jongens. Mm-hmm. En we zijn ook heel trots op onze jongens. Ja, ze vinden het heel leuk om samen te plassen langs elkaar op hun wc'tjes. Ja. En we willen het van de week ook een stapje verder doen met Liam, toch? Mhm. We willen, ik ga even een wat kleinere maat onderbroek kopen. En dan gaan we proberen of dat hij het ook binnen gaat volhouden. Dus we zijn benieuwd. Komt goed. Maar nu gaan we slapen. Ja. Dus bij deze. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.